Welkom bij First Glass. Vandaag zal ik jullie tonen hoe je handenhandpoeder maakt. Ik heb gekozen voor een biologisch, natuurlijk gedroogde ham. Waarom heb ik eigenlijk gekozen voor die biologische ham? Omdat dat eigenlijk een ham is die eigenlijk niet veel geen vet bevat. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk die ham mooi gaan drogen in de crisp. Dus we hebben eigenlijk de crispplaat nodig. We gaan die ham dan mooi gaan opleggen. En eigenlijk het overtollige vet gaan we er eigenlijk gaan afsnijden. Het is eigenlijk de bedoeling dat enkel het ham gedroogd wordt en niet het vet. Want vet kunnen we niet drogen. Dat gaat eigenlijk vochtig worden en dan ga je eigenlijk geen mooi droog poeder hebben. Nu gaan we de ham gaan drogen in de crisp. En we gaan de ham 3 minuutjes drogen in de crisp. We hebben nu de ham 5 minuutjes gedroogd in de crisp. En je ziet, de ham is mooi krokant. En die gaan we nu heel mooi fijn kutteren tot poeder. Super droog, mooi, fijn hampoeder. Dat gaan we eigenlijk gaan gebruiken om eigenlijk salades af te werken, gerechten af te werken. Bijvoorbeeld surf- en turfgerechtjes. Als je iets doet met coquilles of met langoustines of met vis, doe daar wat hampoeder over. Dat is eigenlijk een toegevoegde waarde. Dat geeft ook wat extra's aan het gerecht. Maar dat ziet u in een volgende aflevering van First Glass. Smakelijk en tot de volgende keer.